Ik ben Sharon Rursel. Het was vanaf een hele jonge leeftijd al heel erg duidelijk dat ik echt een artiest wilde zijn. Ik wilde namelijk overal performen en op mijn zesde toen won ik de Mini Playback Show. Sindsdien ben ik niet gestopt. Ik kan wel zeggen dat toen heel veel dromen zijn uitgekomen. Aan de andere kant had ik ook wel het gevoel dat ik steeds beter moest worden. En ook nog door moest breken in het buitenland. En weer nieuwe hits moest gaan scoren. En er mooier uit moest zien. En ik vond gewoon dat ik ten alle tijde moest presteren. Ook al stond ik op het podium, ook al voelde ik me niet goed. Dus ik zette gewoon een masker op. Maar als ik dan van het podium afliep en ik zat in mijn kleedkamer, dan was ik gewoon aan het janken. En ja, moest ik echt opletten of er niemand stiekem in mijn kleedkamer kwam. Zodat ze de echte Sharon zagen. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Ik ging naar de huisarts en die heeft aangegeven dat ik met een psycholoog moest gaan praten. En toen is uiteindelijk geconstateerd dat ik een burn-out had. Je zit in een burn-out? Hoezo? Je bent hartstikke jong en heb je dan zo druk? Kan toch gewoon even lekker slapen? Maar mensen begrijpen dat niet. Wat is dan een burn-out? Ik had slecht zicht. Nou ja, stemproblemen in mijn geval. Ik wilde alleen maar huilen. Je lichaam geeft gewoon aan dat het niet goed is. In het begin dacht ik echt van, nou ja, ik weet niet hoe ik hier ooit uit ga komen. Maar toen dacht ik, nee Sher, we gaan het gewoon aanpakken. Dus ik ben met de mental coach gaan praten. Ze heeft me geleerd om terug te gaan naar de basis. Dus echt mindfulness, mediteren. Helemaal in balans komen met mezelf. Je moet echt je grenzen aangeven. Niet bang zijn om voor jezelf te kiezen. Niet bang zijn om nee te zeggen. En echt te luisteren naar je lichaam. Want je lichaam geeft altijd aan hoe het met je gaat. Muziek is mijn grote liefde en ik wil vanaf nu gewoon alleen maar dingen doen die ik tof vind. En kiezen voor mezelf, zodat ik voor de rest van mijn leven kan doen waarvoor ik ben gemaakt.